Welkom bij weer een nieuwe video van Jeff Movies. We zijn een tijdje niet online geweest, want we waren druk met andere zaken. Maar we zijn eindelijk weer terug. Hè? Doe even dat duimpje omhoog. Want als jij dat duimpje omhoog doet, dan krijgen wij meer geld. Duimpje! Een hele goede morgen, kijkers van Jeff Movies. Ik weet dat het alweer heel lang geleden is dat ik een video heb gemaakt. En het is vandaag oudjaarsdag. En dat houdt in dat ik meestal wel een druk schema heb. Ik moet even doorrijden, want ik ben volgauto van een brommermeeting. En ik moet straks even kijken wat ik precies ga doen, want ik heb nog andere dingen op het programma. Maar ik ga jullie gewoon meenemen, dus ik zou zeggen, let's go! Oké, ik heb ze gevonden. Ze zijn bij het station en ze zijn nu autobanden aan het afsteken volgens mij. Hij is een tuintje aan het beginnen. Hij zit nu aan het aanharken. Zou ik gaan vragen wat hij daar verbouwt? Oké, Dave heeft broodjes gekocht en die mag ik nu komen ophalen. Broodjes! Broodjes! Dit broodjes! Dave! Dankjewel! Yeah. Het is eigenlijk ook voor jou, hè? Ja. Ah, kut. Oké, even voor duidelijkheid. Wat er hier gebeurt is dat daar, zeg maar... Ze wouden daar een kampvuur maken en nu hebt de gemeente staat daar met beveiliging en die hebben het daar afgezet. Dus wat krijgen we nou? Dat iedereen hier een beetje boven is. Ho, tot hier en niet verder. Ik ga even uitleggen wat er gebeurd was. Ik stond daar zeg maar te filmen met mijn camera. En omdat er wat dingen geroepen werden naar de politie van mensen die ik niet ken, hebben ze mij gevraagd of ze beeldmateriaal mogen hebben om daar boetes op uit te kunnen delen als bewijsmateriaal. Maar ik vind zelf dat ik daar niet verantwoordelijk voor ben. Ik was ook die dag bezig voor een klant. Ik heb zelfs wel de rechten om die beelden te gebruiken in de vlog. Dus dat houdt in dat ik mij niet verantwoordelijk voel voor wat de politie aan boetes moet uitgeven. Ten tweede, die mensen liepen daar rond, waren niet echt heel vervelend naar de politie. Als die mensen een boete wouden geven, hadden ze dat daar op dat moment moeten doen, vind ik. En ik vind niet dat ik daar zelf verantwoordelijk voor ben. Nu zijn de meningen daarover verdeeld, maar... Zoals ik zeg, ik wil niet mijn klant het gevoel geven dat ik straks bewijsmateriaal tegen zijn vrienden bijvoorbeeld ga gebruiken. Dat geeft gewoon een slecht image voor mijn bedrijf en dat ga ik niet doen. That's the story. Terug naar de video. Is het nou alweer over met de pret? Nee. Hier, je demper erop zetten. Even weer naar huis, hè? Oh ja, mag zeker weer niet buiten Arnhem-Muiden. Gewoon doen. Waar kunnen mensen jou vinden? Op de wc. Tussenbij. Met een boem. Je eigen knal. Ja.
nu door terug naar mijn vader. Nog even gauw douchen, camera's uitladen. Hup, even de beelden gauw even backuppen, want ik moet vanavond nog heel veel doen. En daarna ben ik uitgenodigd bij mijn broer om te gaan eten. En daar ga ik even niet filmen, want dat heeft ermee te maken dat er privé dingen. Maar goed, en daarna rijd ik door naar Den Haag. Daar ga ik naar mijn moeder, vier ik even de 12 uur, de jaarwisseling. En dan ga ik door naar Rotterdam, maar dan ga ik naar Shea toe, Maite, Kevin. Superleuk. En trouwens Joey, dat is de vriend van Shea, die is er ook bij. Dus dat houdt in, daar heb ik echt veel zin in. En druk. Nou goed, ik heb net heerlijk gegeten. Ik ben nu op weg naar Den Haag. En een heel gelukkig 2007. Eigenlijk het nieuwe jaar, hè, joh.